Yo, ik wel bij deze. Sinterklaas hier nou bij zoek. Ja, beste mensen. Nou, het is niet helemaal Sinterklaas hier nou bij zoek, hè. Het is namelijk de promo van de Sinterklaas hier nou bij zoek. Ja, beste mensen. Overigens kon het helaas niet ondernemen vanwege dat hij. Ja, natuurlijk. Dat ik weer andere dingen moet doen. Vloggen en alles. Maar ja, daardoor dacht ik. Dacht Elvis. De Piet kan hem wel even overnemen. En dan stuurde hij de filmpje wel naar mij door. Elvis dan, bedoel ik om even te zeggen. Ja, en dan. Komt dat op YouTube. Nou, ik vond hem helemaal geweldig. Ja, als Piet, hè. Ja. Oeh, geweldig is het om Piet te zijn. Ja, heel geweldig. Okay. Ja, beste mensen. Dus, ik ben namelijk Piet. Ik ben namelijk de coole Piet. Ja. Een coole Piet namelijk. Een coole Piet. Ja, beste mensen. Ik ben een coole Piet. En, ja, beste mensen. Ja. Nee, grapje. Nou, weet u welke Piet ik ben? De hoofdpiet, ja. Ik ben namelijk de nieuwe hoofdpiet. Ja, de nieuwe hoofdpiet ben ik. Nou, niet de nieuwe, ik ben wel de oude hoofdpiet natuurlijk, hoe jullie weten. Maar ik heb natuurlijk gewoon een nieuw kostuum. Nieuw kostuum, en dat hoort natuurlijk ook een nieuwe Sinterklaas in Amsterdam. Films mij een nieuwe liedjes. Kijk, ja, beste mensen. Hebben jullie al zin in het Sinterklaasjournaal bezoek? Ik wel, oké? Nou, dat begint namelijk. Ik weet niet meer wanneer het begint. Maar in ieder geval november. Oh jawel, ik weet het wel. 11 november 2024, dus dit jaar nog. Begint het Sinterklaasjournaal bezoek. Ook op YouTube. Maar jullie kunnen erbij zijn, maar jullie mogen het zien hoe dat gebeurt. Super nice, en jullie kunnen het allemaal volgen op mijn YouTube-kanaal. Volg zeker de YouTube-kanaal van Elvis. En dan komt het helemaal goed. Want het internationaal werkzoek is altijd hilarisch en heel grappig. En dat is ook heel erg speciaal gemaakt voor kinderen. Dus geen haatreacties graag. Het is echt puur voor kinderen. Laten we zeker maar aan jullie kleinkinderen of kinderen zien. Neefjes of nichtjes. En dan vinden zij mij geweldig. Ja, beste mensen. Het Sinterklaasjournaal bezoek begint weer bijna. Namelijk, over 2 maandjes beginnen het alweer. Super nice. Daar heb ik super veel zin in. En er komen zeker veel. Heel veel opnames. Ik moet meer elke dag video's maken. Maar misschien maak ik dan op een dag 2 video's, maar dat weet ik nog niet zeker. En dat wordt heel erg leuk. En de opnames zijn al in volle gang. We hebben alleen helaas geen kruinootje hier. Dat is een beetje jammer. En ik ben in werkkamer in de klas. En wat zie ik hier? Elvis Presley en de Bassie en Nadia. Ja, beste mensen. Sinterklaas is daar namelijk stiekem fan van. Ja. Komt uit zijn jeugd. Goed. Dus ja, 11 november 2024, dit jaar nog, begint Sinterklaas al. Bezoek en we hebben geen kruidnoten nog, maar die komen eraan. Zodra ze in de winkel zijn, ga ik het gelijk kopen en dan komt die een hele pot kruidnoten op tafel en dan heb ik een hele toffe, hoe heet het, een hele toffe Sinterklaas naar mijn bezoek, want ik ga daar natuurlijk een keer voor kruidnoten op de tafel zetten. Af en toe hebben we één te eten. Als ik aan het opnemen ben, dan zeg ik, lekker rollen. Goed. Oké, super nice in. En wat vinden jullie van mijn nieuw pak? Ja, mooi toch? Ja.
Maar ja, ik ga er nu van horen. Dus heel bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet dat zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Doe een duimpje omhoog. Doe een reactie. En wat ik al zei, later. En tot de volgende video, dan ben ik weer later. Adios. En voor de Engelse, weer goed. En voor de Engelse, subscribe to my YouTube channel, like me meer. Later. Adios, bye bye. Joehoe, tot dan, tot november.